Vanaf nu is ook het noordelijkste deel van Brabant te vinden in de Brabant Verteld app. En wel met 3 nieuwe routes in Altena. Vandaag was de lancering die muzikaal en met verhalen omlijst werd. Maar wat houdt de Brabant Verteld app in? Brabant Verteld is eigenlijk een app met allerlei verhalen, gedichten over kunst, erfgoed en natuur in Brabant. En we hebben echt routes door heel Brabant verspreid. En wat we eigenlijk doen is de kunst in Brabant wat laagdrempeliger maken door het op te nemen in de app. En de verhalen worden verteld door middel van geluidsfragmenten, filmpjes, foto's die dus allemaal te vinden zijn op een bepaalde route. En nu is er iets nieuws bijgekomen, 3 nieuwe routes. Kun je daar iets meer over vertellen? Jazeker. Ja, wij zijn er heel blij mee dat er 3 routes in Altena, in Woudrichem, nu ook bij staan. Dat zijn de linieroute. De route langs de linie, dat gaat eigenlijk over het verhaal over de Eerste Wereldoorlog. Heel interessant. En ik zelf had geen idee dat er hier zoveel geschiedenis en erfgoed in Woudrichem te vinden is. Daarnaast hebben we ook de bankenroute. Dat is de route langs de Alm. Daar zijn 5 banken geplaatst, dus eigenlijk kunstobjecten. En er staat in de app staan er foto's en ook een verhaal over de kunstenaar of over het maken van de bank. En tot slot hebben we de poëzieroute er ook in opgenomen. En dat is ook een hele mooie route met allemaal mooie gedichten uit de streek. En hoe komen mensen aan die app? Nou, de app is te downloaden in de App Store. Gewoon te zoeken op Brabant Verteld. Hij is gratis. En als de app gedownload is, dan kunt u zelf kijken. Wilt u gaan fietsen, wandelen of met de auto een route gaan doen? Daarnaast kunt u kiezen voor een natuurroute, een erfgoedroute, voor kunst of voor kinderen. En door die selectie te maken, komen vanzelf de routes die dan bij uw selectie passen naar boven. En ook voor inwoners van Altena is de app een aanrader. Het leuke vind ik dat je met andere ogen naar je eigen omgeving gaat kijken. Dus je fietst op een andere manier door de polder en je wordt gewezen op punten waar je anders denk ik niet zo naar zou kijken. Gaat er nog iets van promotie komen? Want dit is natuurlijk eigenlijk qua promotie voor iets wat toeristisch recreatief is eigenlijk een beetje niet zo'n goed tijdstip. Ik zou hier naartoe fietsen, toen dacht ik met die hagelbui laat ik me in de auto stappen en dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Dus we willen in het voorjaar zeker nog een moment kiezen, opening van toeristisch seizoen bijvoorbeeld, om er nog eens aandacht aan te geven. En voor wat betreft die linieroute langs de Eerste Wereldoorlog plekken, daar wordt aandacht aan gegeven in april, want dan gaat het erfgoed educatieparkje ook open. Daar moeten we overigens nog een andere naam voor bedenken, want het is een hele lange naam eigenlijk. Dat is bij Fort Giessen en daar gaat die route ook langs. Dus dan is het ook leuk om dan weer iets te vertellen over die app die er is.